De meeste mensen denken bij rechtszaken aan grote strafzaken. Dat is ook niet zo gek, omdat die zaken het meest in de media zijn te zien. Zelf ben ik strafrechter in Lelystad. Vandaag heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan over een omgangsregeling met een hond. Ook dat soort zaken kunnen aan een rechter worden voorgelegd. De rechter kan een oplossing bieden voor alle geschillen tussen burgers en het Openbaar Ministerie of tussen burgers en de overheid. De rechter moet beslissen op elke zaak die aan hem wordt voorgelegd. Hij mag dat niet weigeren. De rechter zal partijen tijdens een procedure altijd stimuleren om er zelf uit te komen. Dus in de procedure zal hij nagaan of partijen zelf een oplossing kunnen vinden. Maar als dat niet lukt, dan hakt de rechter de knoop door. Want het is niet de bedoeling dat mensen het recht in eigen hand nemen. In deze zaak over de omgangsregeling heeft de rechter ook geprobeerd om partijen er zelf uit te laten komen. Dat is niet gelukt en de rechter heeft vervolgens de beslissing genomen.